Ik heb het boek Bruidsvlucht gelezen. Het is geschreven door Marieke van der Poel. Het was oorspronkelijk een filmscript dat Marieke van der Poel ook heeft geschreven. Het leuke aan het boek is dat je de personen heel goed leert kennen. Door de 50 jaar heen die in het boek worden verteld. Het begint bij de luchtrace in 1953. Deze is ook echt te houden. Het leukste aan het boek is dat het in het echt ook gebeurd zou kunnen zijn. Omdat er zoveel aspecten uit het dagelijkse leven in voorkomen. Zoals emigratie, overspel, adoptie enzovoort. Het is een boek dat je in begint en je zou nooit meer... Ja, je stopt er gewoon niet mee. Je wil echt precies weten wat er... Wat erna komt, want je leert ze heel goed kennen. En door de gebeurtenissen die er gebeuren, snap je ook waarom ze die keuzes hebben gemaakt. Dus je moet het echt lezen.